Iedereen van harte welkom. Evert ten Apel is mijn naam en naast mij zit Doerie Mulder. En welkom allemaal, zou ik maar zeggen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. En vandaag wordt er gefloten door Christopher Vrolander. Serrero. De Jong. Daley Blind. Ja, en nu op de wreef en een schot. Die bal gaat over de achterlijn corner. Ja, en nu loeihard. Een gevaarlijke situatie. Dat is de zoveelste hoekschop op rij. Eens kijken of ze een doelpunt kunnen maken. En deze corner draait op niets uit. Goed opgebouwd. De doelman strekt zich helemaal uit en redt. Fantastisch. Hij heeft een blessure opgelopen en wordt nu vervangen. Ja, en nu? Die ging hard. En daar is hij dan. Het eerste doelpunt van vandaag. Schitterend gedaan, het balletje. Bojan. Ja, en nu? Wat gaat hij doen? En doelpunt! Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Ze vechten om de bal. De Jong. Sim de Jong. Alvarez. Ja, en nu? Schiet! Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. En hier zien we het aantal schoten. Hij raakt hem met de kop. Kon de bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me, Nick. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Ja, en nu? Ja, dit gaat goed. De speler krijgt de bal weer terug. De bal gaat over de lijn en de keeper mag een doeltrap nemen. Van der Hoorn. Marijn. De Jong. Sigtorsson.
Fischer. De vlag gaat omhoog buiten spel. We zien of ze nu kunnen counteren. Serrero, ja en nu? Hij herovert de bal met zijn tackle. De Jong. Behoud de controle over de bal. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Ja, en nu? Hij is er bijna. Het schot wordt gestuit door de verdediger. Bal retour afzender. Ja, en nu? Hij krijgt hem op de slot. Op de dreef en een schot. Mooie opbouw. De keeper stopt die kanonskogel. Nou, dat verdient geen schoonheidsprijs, maar het is wel effectief. Serrero. De voorzet belandt bij een verdediger. Wil scoren. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Verdediging staat ze in de weg. Bojan. Ja, en nu? Dan schiet hij. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Dat was pure reflex van die verdediger. Fischer. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Ziet er gevaarlijk uit. De doelman is ongelukkig. Via hem verdwijnt de bal in het doel. Hij maakt het weer waar. Een topgoal van een topspeler. Die zat er goed in inderdaad. Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. En hij wordt nu aangevallen. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 3-0. We gaan straks aan de tweede helft beginnen met een voorsprong voor de ploeg die tot nu toe gedomineerd heeft. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. Bojan. Serrero. Ja, hij zit er goed bij. En einde van deze aanval. Prima actie van deze man. Sigurdsson. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Heel knap gedaan dat paasje. Reynoso. Hij is langs de verdediger. Die bal draait mooi naar binnen.
Christopher Vrolander heeft iets gezien wat hem niet bevalt. Gele kaart. Ja, nu moet hij uitkijken, Evert, want het team kan deze makkelijk scorende speler niet missen. En Guadalajara haalt een speler van de bank. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Fischer. Hij omspeelt de mandekking. Kopt die bal weg van het doel. Grijpt in met een sliding. Daley Blind. Bereikt die voorzitter medespeler. En die bal is voor de keeper goed uit zijn goal gekomen. Ja, en nu? En het schot. Het gevaar blijft. En weer een doelpunt. Het begint te wennen. Die bal zit erin. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die speelt op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Ze krijgen een vrije schop. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Ja, en nu? Wordt dit een doelpunt? Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. Zo'n afmakertje, daar is geen kunst aan. Ja, maar die keeper die staat gewoon verkeerd even. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Deel. Hoi Jan. Prima combinatiespel. Daley Blind. En de bal gaat weer terug. Fischer. Hij speelt erg goed vandaag, Jori. Ja, daar zal zijn trainer blij mee zijn. Die bal bezit. Reynoso. Scheidsrechter past de voordeelregel toe op Guadalajara. Mooi, Jan. We hebben de laatste tijd helaas weinig goeds van deze speler gezien. Hij lijkt behoorlijk uit vorm te zijn, hoor. Ja, en nu? Die ging hard. Ja! De trainer neemt geen halve maatregelen. Twee wissels tegelijk. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Het gaat ze makkelijk af, Jury. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Gaat hij het nu doen? Sigthorsson! Nee, die bal gaat er niet in.
En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee. Hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. En Guadalajara haalt een speler van de bank. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Fischer. Gaat hij het redden? Een hard schot, maar geen probleem voor de doelman. We zijn er klaar voor de hoekschop. Het wachten van der Hoorn. Keeper strekt zich naar de bal en redt uitstekend. De bal gaat heen en weer. Ja, en nu? Dat levert gevaar op zo'n schot. Blijft gevaarlijk. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Hier komt de hoekschop aan. Nog eens dat doelpunt bekijken, Jury. Dat deed hij echt heel goed. Wat een doelpunt. Dit willen we zien. En hier zien we het aantal corners tot dusver. En deze corner draait op niets uit. Goed gedaan van de doelman. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Het duel is afgelopen. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Het is weer tijd om afscheid van u te nemen. Op maar naar de volgende wedstrijd. Give it up.
dan een knop omgaat even. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man... Vou
garçom de cabelo black usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no set, é que a gente te mantém vivo. Don't know what I need more, food or rest. Being rude ain't wretch, so I gotta take a picture. I'm with ya when I ain't even with ya. He said follow me back. My only problem with that is that my battery's flat. There's no Twitter, no Twitter, no BB. In the back of the car, the new ET. I wanna phone home, believe me, but I can hear in your tone that you need me. It's ironic that I've spoke to the sun before I've spoke to my son. Almost like I'm getting scared of familiar voices, and that's something that I'm really annoyed with. That the things that seem to me most just end up one of my million choices. So how do I avoid this without hearing your pointers? I said no, I'm tired. They said yes, you can push me to the fire. I said that you're the man. I said no, I'm tired. They said yes, you can push me to the fire. That sleep in the car felt like a few hours. It was just a few minutes. And I reached for my Red Bull to get some power. Or forgot it was finished. Went straight into makeup to get that powder for that fake star image. Now I go look alive, then they throw me my mic, and I'ma straight up kill it. Ladies say I got gorgeous cheeks. Smile for the pictures before I leave. My head's been spinning since 4 or 3. So after the flash, I see 4 on me. The whole team's spirits like quality seat. Let's find the first place and it's all on me. One more PA, then we all can sleep. That 24 hours was an awesome week. That 24 hours was an awesome week.